Maar het is inderdaad een heel stevig, ja, nou ja, precies wat de naam zegt, ja. Perkamentachtig ja. spul. Ik kan nou niet zeggen dat het mooi is, Sabine, nee, maar het is wel niet mooi, het is natuurlijk wel een interessant verhaal. Ja, ja, het is wel bijzonder. Heerlijke frisse dag op het strand, een beetje druipneuzen weer. Maar we gaan op pad voor iets heel bijzonders, want er worden de laatste tijd hele speciale soort papierachtige buisjes in de branding gevonden. Sabine Bosman van de strandwerkgemeenschap van de stichting Anemoon, die neemt ons mee naar het strand op Texel om te vertellen wat dit voor bijzondere beestjes zijn. Hier moeten we tussen de rommel gaan hier zoeken. Hier moeten we een beetje tussen het aanspoelsel heet dat. Oh, ik zei rommel, hè? Ja, sorry. Ja, sorry. Hier leuk een haaieneitje. Oh, dat ja. vinden we zomaar zo'n mooi kussentje met die mooie krullen eraan. Ja, veel roggeitjes. Maar we zoeken een perkamentworm. Voor de naam alleen al zou je hem willen zien, Sabine. Ja, toch? Perkamentkokerworm is het zelfs. Perkament, dat is wat ik denk dat het is. De perkamentstructuur. Ja, dus die worm zit in een koker. Als die koker opdroogt, wordt het echt perkament. Kijk, er ligt er ook nee. Dat is plastic. Dat is plastic, maar ja, daar lijkt het dus wel een beetje op, hè? Dus daarom dacht ik ook eerst, is het wel natuurlijk toen ik het vond? Ja. Of dat een condoom. Ik voorstellen inderdaad. Het leek wel een condoom. Ik denk, hè, wat is dit? Ja, kijk, dit zijn ze. Ach, nou. Daar heb je er twee. Ja, nou, je ik stapte er al bijna op. Ja, maar het is inderdaad. Nou ja, dan liggen er. Kijk, het is nu nattig, maar als dit opdroogt, wordt het echt papier. En dat spoelt dus sinds kort eigenlijk nog maar aan? Ja, sinds, nou ja, de eerste die ik vond was 12 december. Want waar komen ze dan ineens vandaan, denk je? Ja, ze denken, tenminste dat heeft iemand van het nieuws mij verteld. Toch het Instituut voor Zeeonderzoek hier op Texel. Ja, ja, toch zeker 75 kilometer uit de kust. Dus er is waarschijnlijk één bank losgeslagen en dat komt dan allemaal hier naartoe. Nou ja, af en toe zijn ze weg en dan komt er weer een storm of wat dan ook en dan komen ze weer terug. En dan een paar dagen later ligt het weer vol. Ja, ik zal nooit meer rommel zeggen, nee, Sabine. Nee, aanspoelsel.